NTR. Ik ben een volwassen vrouw, een vrije vrouw. Ja. Zodra ik iets draag wat mijn borsten centraal staat, heb ik altijd een stemmetje van mijn moeder in mijn achterhoofd. Ja. Dat is hoe vrij ik ook ben, daar ontkom ik niet aan. Maar je bent niet alleen. Okay. Dat heeft Madonna ook met de katholieke kerk, met de paus. Als zij ons steeds met haar tieten, met die punttieten, ja, dan denkt ze ook aan de Vaticaan. Bloemkolen, prammen, boobies, jetsers, oftewel borsten. Het is een jungle in de wereld van de vrouwenborsten. En daarom gaat schrijfster Jasmin Allas in ontboezemingen in binnen- en buitenland op speurtocht. In deze aflevering, bloot of bedekt, willen we antwoord op de vraag waarom al die borsten, bedekt of onbedekt, zoveel reuring veroorzaken. Vrouwen hebben ze, mannen begeren ze. Zie je borsten! Kerkelijke leiders verbieden ze. Wat is fijner, groot of klein? Verleidelijker, bloot of bedekt? We willen alles weten, zonder taboes, zonder schroom. Ja, heel veel mensen zien mij ook als een soort rare vrouw. Dus kijk uit, voordat je weet, hang ze aan je borsten. Nou ja, het is zo. Dat is voor mij gewoon twee vrouwen zeggen hallo, geven elkaar een hand of geven een zoen. Ik zeg hallo aan de boezems. Hoe ziet de Nederlandse man vrouwenborsten eigenlijk? Hebben ze daar een bepaalde visie? Want je hebt toch wel echt heel veel verschillende Nederlandse mannen gehad. Ik vraag me wel eens af of wij dat niet verkeerd zien. Dat we denken dat mannen heel erg gefixeerd zijn op borsten en dat ze die zo groot mogelijk willen, maar dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Als ik het heb over mannen die hier in de buurt rondlopen, die worden soms niet goed van alle vandaag de dag skinny meisjes met grote nepborsten. Ze weten ook dat het anders voelt als de natuurlijke en uiteindelijk kiezen ze toch voor het natuurlijke. Maar is dat ook zo dat de vrouwen, laat ik maar zo zeggen, dat de boyers hun vrouwen verplicht om borst te laten vergroten? Een boyer, wat natuurlijk toch over het algemeen een beetje een eikel van een vent zal zijn, die komt ook niet veel verder dan denken dat een vrouw behoorlijk moet opvallen en behoorlijk grote borsten moet hebben, wil ze goed geld verdienen. Wat een misverstand is. Maar die zullen dat willen. Zijn onze moedermelkborstjes. Ja. Die zijn overdekt met chocolade. Roze chocolade. Roze chocolade. Het zijn European boobies die in de collectie zitten. Geen bruine borsten. Ja, maar we kunnen die zelf maken, hè? We kunnen kijken welke tint van jou het is. Is goed? Kijk, we hebben speciaal van die winegum gekozen. Zie je, dan kan je die tepel heel makkelijk, kan je een beetje mee voelen. Hè? Echt zo'n tepelgevoel, hè? Allee, voor mij als man, als ik dat zo voel, heb ik echt zo'n tepelgevoel. Nee? Maar de tepelkleur is hetzelfde, hoop ik. Hm? Mijn tepel is een hazelnoot. Een hazelnoot? Ja. Loopt dat zo? Ja. Oké, darling. Tell me, what's on your mind? Hoe ben jij erop gekomen om borsten van chocola te maken? De eerste smaak die wij allemaal hebben beleefd is eigenlijk de smaak van moedermelk. En, hoe smaakt het? Enorm zoet, heel zoet. En er zit eigenlijk een vleugje vanille in. Aha. En in die moedermelk zit ook een hormoon. We noemen het happy hormoon. En eigenlijk een klein beetje verslavend zelf. Dus omdat die baby's zouden blijven drinken van die moedermelk. Ja, een beetje heroïneachtige producten die daarin zitten. Is dat ook de reden waarom mannen zo gek zijn op borsten? Dat weet ik niet. Ja, ik ben een echte borstenman. Je hebt billenmannen en je hebt borstenmannen. Ik ben helemaal gek op mooie borstjes. Maar ik denk, ja, borsten, dan natuurlijk wel de link zijn met de mama, denk ik. En jullie als vrouw, jullie kunnen daar alles mee doen met borsten. Nee? Ik denk het wel. Zoals? Goh, dames met een diepe décolleté, die krijgen alles voor elkaar. Serieus? Ja, wat bij mij toch. Ja.
Ja, al is de drang is sterker dan mezelf. Ik heb mijn kans gemist. Als ik dit had geweten, vanochtend had ik een jurk met een lage décolleté aangetrokken. Maar wat we nu nog moeten doen, is we maken hier dan een haartje in. Zo. Ja. En dan steken we die plastieke pipet hier eigenlijk helemaal door. En dan kom je eigenlijk door de tepel. Voilà. En dan? Wat ga je ermee doen? En nu ga ik spuiten en mag je proeven van die moedermelk. Nee, pas op voor je kleren, hè. Nee, alleen... Nee, nee, alleen, niet zo ver. Heel, heel voorzichtig. Ga heel voorzichtig doen. Okay. Ah. Voilà. De moedermelkervaring. Dit heeft... Maar in mijn beleving nu heeft niets met moeder te maken. Ik heb het gevoel dat we met iets anders bezig zijn. Dat is waar. Oei, dat is kinky staaf. Voor dit werk, hoe belangrijk zijn borsten eigenlijk? Je kunt ze zo, denk ik, belangrijk maken als je zelf wil. Ik bedoel, ik heb niet zoveel, dus bij mij was het nooit van heel groot belang. Een collega die meer heeft, die doet bijvoorbeeld een mooie witte BH aan met een flinke push-up. En die laat een mooi décolleté zien. En die hangt wat naar voren en die vangt daar de blikken mee. En voor mij was het meer een totaalplaatje. Ik had bijvoorbeeld ook een periode een fel roze bodystocking aan. En natuurlijk is dat dan heel laag uitgesneden. Dus je laat wel wat zien. Dus dat wat ik heb, dat zie je dan ook wel. Maar heel spectaculair was dat niet, hoor. Voor vrouwen achter het raam werkt dat echt niet veel anders als in een café of op straat. Ik bedoel, je wil de aandacht vestigen op jouw mooie punten. En natuurlijk, omdat het gaat om seks, ben je wel bezig met ook je lichaam laten zien. En achter het raam heb je maar heel kort de tijd om jezelf zichtbaar te maken. Mensen die lopen natuurlijk snel voorbij. Je hebt maar een paar seconden. En de manier waarop je die blikken vangt, ja, dat hangt er vanaf. En dat zijn voor mij nooit heel erg mijn borsten geweest. Uno, dos, one, two, three, cuatro. Je moet borsten niet onderschatten. Een man hoeft niet veel te zien, alleen borsten. Ik kon niet om ze heen. Ik ben namelijk opgegroeid in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus met pin-ups. Jane Mansfield. Ik ben opgegroeid in de jaren 70. Dus, en toen waren mensen nog niet zo... Je moeders borsten, die zag je niet. Bloot of bedekt, dat hangt er vanaf. Waar, hoe laat en waarom. Ik begrijp het gewoon niet. Die twee dingen die dan zo'n ontzettend verlangen uitlokken. Vroeger bloot, ik ben nu 40, dus nu geniet ik meer van gedekt, zeg maar. Waar de fantasie nog een rol kan gaan spelen. Nee. Je hebt mij misschien verkeerd begrepen. Nee, maar... Ik heb het over de trend, hè, grote borsten en die siliconen zetten. Die lust naar borsten werd gecompenseerd door Tante Miek. Tante Miek had namelijk gigantische borsten. Vroeger hield ik er niet van, maar tegenwoordig... zie je de meeste vrouwen, hè, ook hier in Suriname, dat ze het wel doen. En ik vind het leuk om te zien, maar ik zou mijn vriendin of vrouw niet zeggen van, hé, zet hem. In de jaren 50 was het verlangen immens. Ik leid daar nog onder. Tepel, de versierde tepel, met de haren op de tieten. Kijken naar mijn eigen tieten. Wat denk je van mijn tieten? Een lintje over de tieten, lint of krans rond één tiet geslingerd. De tieten versierd met juwelen. En zo gaat dat maar verder. Maar ik vind, om nu over Boon te beginnen, ik vind die boeken een fascinerende toevoeging aan mijn bibliotheek. Ik heb ze ook bijzonder graag gelezen en ik kan ze eigenlijk iedereen van harte aanbevelen. Wat fascineert deze schrijver aan de vrouwenborst? Waar komt zijn fascinatie vandaan? De vrouwenborst is voor hem, net als alle andere aantrekkelijke delen van het vrouwenlichaam, een manier om
zijn wereld te beschrijven. Starlets, Hollywood, alle vrouwen die in half naaktijd de wereld trachten te bekoren. Hij vond dat ook ernstig. Hij nam dat ernstig, omdat die fascinatie van de westerse man, voornamelijk voor dat naakte, mythische vrouwenlichaam, toch belangrijk is om te onderzoeken. België is nog steeds een zeer conservatief land zonder traditie. En de taboe dat rustte op die collectie, de fenomenale Feminatheek van Louis Paul Boon, dat was zo'n mythe geworden dat op het moment na het verschijnen van dat boek dat er een tentoonstelling werd georganiseerd in een museum, dat dat taboe toch weer opdook. Maar wat stoorde dan aan de mensen dat zijn blote borsten zagen? Er staan een aantal jonge meisjes in die collectie en die zouden ook getoond worden tijdens die tentoonstelling. En dan raak je natuurlijk aan het grote trauma dat België heeft gekend met Dutroux. Erotiek en jonge kinderen en bij uitbreiding jonge meisjes is not done. En dat is wellicht van op een afstand een van de redenen geweest waarom die tentoonstelling in het water is gevallen. Maar dat is natuurlijk op dat moment een uiting van domheid geweest. Dit metaal, hij is wel transparant. Moet ik wel het BH eronder hebben of zonder BH? Zonder. Of niet? Oké, maar hij tekent weg op de camera. Als hij genippelgate wordt, dan zeggen we nee, doen we niet. Ja, het is wel mooi. Het is zo'n minimarole jurkje, ja, metaal. Ja. Ah, zie je, je gaat toch een islamitische vrouw vragen dat zij zonder BH moet rondlopen? Ja, dat doen ze op feestjes. Dat doen ze op feestjes? Nee, echt. Ja? Je moet echt naar een bruiloft gaan. Je draagt dit net bijna je boezem als een epicentrum van je lichaam. Daar concentreer je helemaal op. Al heb je lang, kort, strak. Je begint vanuit hier en dan draag je alles. Dit is ook bedoeld om, nou, net was het bedekt, maar nu wil je half bedekt, want je wil je toch af en toe een glimpje aan doen. Kijk, dan doe je me zo aan en dan doe je me zo. Kijk. Wat ik ook begrepen heb, dat juist bij de Berberse cultuur, dat altijd heel erg bedekt is, dat heel weinig bloot is, dat niet in die cultuur hoort. Meisjes uit de Rifgebergte, laat ik maar zo zeggen. Ja, maar ga maar naar Veenendaal hier, kun je ook niet de binnenjurk aandoen. Okay. Ga naar Amy's in Amerika, dat zijn de voorvaders van de Duitsers en de Nederlanders. Die willen ook, daar mag je ook niet een kortere rok, een décolleté tot hier. En als je staatsdiner hebt, is ook een protocol, je mag niet een décolleté tot daar. Als jij hier, ook in bepaalde kringen, mag je ook niet met zo'n décolleté. Je mag het wel, maar het is not done. Nederland wilde Suriname beschaven. Dus er moest van alles gebeuren om de mensen beschaafd te maken. Beschaafd betekende Hollands in die tijd. En in 1879, kijk, omdat zeker al die mensen die veldslavinnen en zo waren geweest, waren gewend om half bloot rond te lopen. Ja, maar in 1879 is er een wet gekomen, het hele lichaam moest bedekt zijn. Dat kon toch niet, dat vonden die blanke vrouwen, dat die zwarte vrouwen hun boezem zo vrij lieten zien en hun hele lichaam zo vrij lieten zien. Zeker niet als het mooie meisjes waren. Dus, die moesten zich bedekken. En ze kregen een rok om aan te doen. Grote wijde rokken, want in die tijd droeg men grote wijde rokken. Maar vooral ook een jakje, om dat bovenste gedeelte te bedekken. En dat werd de dracht die slavinnen die in huis werkten moesten dragen.
om ze minder aantrekkelijk te maken, zodat die mannen niet konden zien. Dan zouden die blanke mannen minder gemeenschap gaan hebben met zwarte vrouwen. Niet dat het geholpen heeft hoor, maar ja. Uno, dos, one, two, three, cuatro. Elke vrouw die langsloopt, die scan je. En het begint met het gezicht of haar, weet ik veel. En al gauw, als je van top tot teen, nou, dan ben je al gauw bij de borsten. Ik ben meer van het gezicht, de intelligentie. En eigenlijk als die tegenvallen, en wat jouw smaak dan ook is, of ze zijn te groot of ze zijn te klein, dan weet je dat als je doorgaat naar beneden, dat er heel veel compensatie moet komen. Je kan grote borsten zien terwijl die dame gewoon een push-up BH aan heeft. Ja. Dan ziet hij ook groot uit, ja. Terwijl hij van die klein is. Maar borsten zijn heel belangrijk als je met vrienden bent. Dat is een van de eerste dingen. Ze zijn ook op, nou, ooghoogte wil ik niet zeggen, maar het dichtste bij. Je kan het ook. Kijk, als je naar de vrouwenborsten wil kijken, kun je ook doen alsof je naar haar gezicht kijkt. Met het andere kan het niet. Ik heb nog nooit met andere jongens of mannen over vrouwen op die manier gepraat. Nee. Als ze half naakt loopt, bedoel ik van dan. Ja, wie gaat er niet naar kijken? Mijn Suriname kregen niet eens de gelegenheid, dus ze zou gaan piepen. Nee, dat zeker niet over borsten. Maar voordat je het weet, zeggen ze jetsers en nokkers en dat soort dingen. Sta ik ver boven. Als je jongen naar je zus ging kijken, werd er gelijk op je hoofd geslagen. Bim. Op een gegeven moment neem je jezelf serieus en doe je verstandig en normaal. En ga je niet meer als een gek vrouwen achterna kijken. Hey, ik ben totaal van strategie veranderd. Ik laat mij nakijken. Schitterend. Hé? Je moeder wil jou beschermen tegen de boze wereld. Het zijn allemaal mannen die alleen maar jouw titel willen. En daar met de bedoeling is de bescherming tegen dat boze wereld. En jij geeft hem natuurlijk met je dochter later ook mee, maar met een andere balans. Vroeger als 10-jarige meisje, bijna in mijn klas, iedereen had borsten. En ik deed kleine PH, die ja. Van mijn buurmeisje was. De sokken van mijn broer die ik Nee, maar ja, dan ja. Was, ik wilde graag bij horen. Ik wilde ja. Ook gezien worden. Ja. Maar als je borst wil creëren, dan ga je ook toch niet de sokken van je broer gebruiken. Ik weet niet waar mijn hersenen zaten. Nee, dus dat staat op de juiste plek. Dat is heel legitiem. Eerste vulmiddel, dat doe je erin. Oh. Ah. Jij komt uit Cameroen. Ja. En ik heb begrepen dat daar een ritueel is. Dat de vrouwen hun borst strijken met hete strijkijzers, met hete stenen, met bamboesstokken. Wat is dat? Terrorisant, franchement. C'était souvent le soir. Et une fois que le soir arrivait, je savais, oh, encore ce massage. Je n'aimais pas. Il fallait le faire parce que maman, elle trouvait que c'était normal de le faire tous les jours. Donc j'avais pas le choix en même temps. Et j'aimais pas. Je pleurais tout le temps. Et quand elle oubliait, franchement, je ne le rappelais pas. Parce que c'était la misère. Ik was nog maar 8 jaar, 9 jaar. Als dat gebeurde met mij. Regelmatig gedaan, meestal ieder dag. Als je kan wasdoden, zoals meestal in de dag. Je had nog kans om soms weg te lopen of me te verstoppen. Alle meisjes, alle mijn zussen hebben allemaal ook meegemaakt. Gewoon omdat de moeder vinden dat te vroeg is voor die kind borsten hebben. En dat de mannen zo misschien te vroeg gaan kijken. Kan je me vertellen, zodat ik beeld kan vormen, hoe gaat dat dan? In de keuken, het is de traditionele keuken dan. En neerzetten op een bank. En dan moest ze die bamboe opwarmen en direct op mijn borst duwen.
sowieso. Het is pijnlijk. Het is maar kleine borsten. Het is nog maar aan opgroeien. Dus het is hier een heel gevoelige plaats. En dat ze rankomen en masseren, dat doet enorme pijn. En nog voor een warme stok, bamboe, dat is nog erger. Dat doet wel pijn. Bepaalde borsten gaan dan van kapot gaan. Dus de spieren die verslapt worden. We weten dat allemaal wel. Maar we kunnen niks aan doen. Wat kunnen we nog aan doen? Nou, nu komt echt mijn feministische aard een beetje naar boven. Dan denk ik, dit is dus wat mannen zien. Vrouwen die denken, ja, dat gebeurt. Ja, wat moeten we doen? Je was toch een krachtige meisje? Je bent toch juist weggelopen omdat je dat pijn niet wil ondergaan? Omdat zijn dingen die erger zijn dan dat, hè. Als je echt misbruikt hebt door een man, als we allemaal rond ons hoort wat we zelf meegemaakt hebben, het is erger dan wat onze ouders zeiden van ons te beschermen, zeiden ze. Dus ze deden dat niet om ons pijn te doen. Het was eigenlijk om ons te beschermen. Maar zijn de mannen die ons pijn gedaan hebben, hè. Je moet dat niet onderschatten. Het is daardoor dat we misschien dat aanvaarden. Het is gewoon daardoor. Het is enorm dat misbruik die daar gebeurt. Borstenboek. Eindelijk een boek over borsten. Inderdaad. Voilà. Waar komt jouw fascinatie vandaan over borsten? Of was dat nodig geweest om een boek over borsten te maken? Ja, ik denk wel dat het nodig was in elk geval. We hebben ze allemaal, alle vrouwen hebben borsten, maar eigenlijk weten we er heel weinig van af. Zijn je borsten verrijking of een last? Alles samen wel een verrijking. Ik zou niet een make-up willen hebben. Dat zou niet bij Kaat passen. Want ze zijn wel een onderdeel van wie ik ben. En toch wel van mijn vrouwelijkheid. En ja, ik zou ze niet willen missen. Het is soms moeilijk geweest. En soms nog wel. En wat is de mooiste beeld van jou in jouw eigen boek? Wat is of de mooiste passage? Ja, ik vind het moeilijk. Ik heb wel een groot onderzoek gedaan en er zijn wel een paar resultaten die ik zelf heel interessant vond. Bijvoorbeeld dat vrouwen met kleinere borsten veel gevoeliger zijn. Dus die kunnen veel gemakkelijker klaarkomen door stimulatie van de borsten dan vrouwen met grote borsten. Ja, en je trekt zo'n raar gezicht. Maar dit brengt mij meteen als de volgende vraag. Dus jij kan moeilijk klaarkomen, want jij hebt een grote borsten. Ja, via mijn borsten. Op andere gebieden marcheert alles goed. Daar moet je geen zorgen op maken. Dus 1 op 8 vrouwen kan klaarkomen door stimulatie van de borsten. Maar daar zijn vooral vrouwen met kleine borsten die dat kunnen, omdat die veel gevoeliger zijn. En vrouwen met grote borsten kunnen dat. En hoe zit dat die bij jou? Ik kan het niet. Ik heb het wel al geprobeerd en ik vind het heel plezant, maar klaarkomen doe ik er niet van. Welke koekmat heeft u? Ik? Ja. 85C. 85, is dat groot of? Nee, dat is maar niet alleen. Ik heb een schotlet. Ik is maar niet alleen, ja. En wat voor koekmat heeft u dan? Zelf? Ik BQ. BQ? Ja. Al kleintjes, bescheiden. Ja. Okay. Hoe wordt hier in België tegen borsten aangekeken? Dat we toch altijd net iets conservatiever zijn, ze iets meer zullen bedekken. Dat is absoluut wel zo. En ik denk dat het uit christendom er nog wel voor een stukje iets mee te maken heeft. Om ook te denken dat we vies zijn als we masturberen of als we een ander standje als missionaris standje doen. Dus ik denk dat het christendom er wel voor heeft gezorgd dat wij ons een stuk meer schamen over onze seksualiteit, over ons lichaam. En dus ook over onze borsten. Ik weet heel goed dat de Arabieren, die de grootste bewonderaar van de buikdans als kunst, op het moment dat je op het podium aan het optreden bent, dan zien ze jou als een kunstenares, als een godin. Maar op het moment dat je buiten het podium bent, dan ben je gewoon een hoer. Dus dat soort van schizofrenie vind ik gewoon voor mij niet oké. En dat is ook het probleem met die mentaliteit.
buikdansen in het Arabisch heet het Raqsat al-Ilaha of Raqsat al-Wilada. Dus dans van de godin of geboortedans. Het is 4000 jaar oud en het is bedoeld om de vrouwelijkheid te vieren en te benadrukken. Als je kijkt door de eeuwen heen, en Arabische islamitische cultuur is geen exclusiviteit daarin, vrouwelijke sensualiteit en erotiek en borst en lichaam is altijd een bron van angst voor de mannen. Dus die hebben altijd geprobeerd om dat te controleren. Ik bedoel, Calvinisme weet ook heel veel ervan. Dus op dat gebied zijn de Arabische moslimmannen niet een uitzondering daarin. En juist het idee is dat vrouwen ook een soort van statement maken, dat is van mij, ik beslis wat ik met dat lichaam wil doen. Dus eigenlijk de bewegingen van de borsten behoren tot twee categorieën. De eerste is wat wij noemen de waterbeweging, dus alles wat heeft te maken met ondulatie. Of wat wij noemen ook de slangbewegingen. Dus heel sensuele, zachte, diepe bewegingen. Die zijn bedoeld voor expressie van liefde, van zachtheid, van vreugde, van empathie. Maar er is ook een ander repertoire, die heeft ook te maken met woede. Met bijvoorbeeld, stop, hou op, zo ga je niet met mij om. Ik vind dat de manier waarop jij me behandelt is respecteloos. En dan word je boos en dan komen bewegingen zoals dit, heel hard, of dit, Kalashnikov. Ik noem de Kalashnikov borsten. Dus eigenlijk is ik ben boos. Zo, hè? En dat is altijd, het is altijd indrukwekkend. Maar natuurlijk moet je het doen met de juiste expressie. Nee, ik ben boos. Nee, ik ben boos. Ik ben boos. Dus de borsten eigenlijk zijn een soort van een verlengstuk van de emoties van de vrouw. Je had altijd het gevoel dat er man iets had met een mooie slavinnen. Misschien had hij dat ook hoor. He? Dus om zeker te zijn dat hij niet aan ze kon komen als zij weg was. Als ze naar de plantage ging, wat deed ze? Alle mooie slavinnen mee op de boot. Maar dan kunnen ze niet thuis blijven met meneer. Toch, dan kan hij ook niks met ze doen. Het verhaal wil dat Susanna Duplessis had gezien dat er man had gekeken of misschien ook had aangeraakt, ik weet het niet. En uit woede heeft ze de borst van de slavin afgesneden. Het verhaal gaat verder, maar dat zal wel een mythe zijn. Dat nadat ze die borst heeft afgesneden, heeft ze het mooi onder een deksel gezet. In een schaal, zo'n dienstschaal met een deksel. En op tafel gezet. En toen meneer Frederik Cornelis Stolker thuis kwam en ze aan tafel zaten en hij deksel van de schaal afnam, toen was daar de borst van het meisje. En dan zou ze gezegd hebben, nou, dit vind je toch zo lekker, ga je gang. Dit is niet het enige verhaal van een afgesneden borst, hoor. In het hele Caraïbisch gebied, overal waar slaven en slavinnen zijn geweest, ga je één of meer verhalen tegenkomen van afgesneden borsten. Er staat een wereldvrouw tegenover me met een prachtige boezem en toch zie ik enorme worsteling. Hoe komt dat? Ik denk dat dat ook een stukje worsteling met sociale rollen is. Elk mens heeft zoveel rollen en ik ben inderdaad een sensuele vrouw en ik ben inderdaad een seksuologe. Alleen ja, als je dan eens werk gaat zoeken, zeker als seksuologe, dan zijn dat wel dingen waar je rekening mee moet houden. En er zijn bijvoorbeeld een heel aantal seksverslaafde mannen die bij mij komen voor hulp. Ja, dan kan ik daar niet diep gedecoteerd gaan zijn. Kan je niet zo in feite? Nee, absoluut niet. Dat ben ik niet. Ik heb sowieso altijd een sjaal bij mij, dat als ik zo iemand op heb staan, dat ik mij altijd wel even kan bedekken. Ja. Omdat ik gewoon beter kan werken. En dat is dan uiteindelijk de bedoeling. Hè. Dat mensen komen bij mij om geholpen te worden. En dat ik ze beter kan helpen als ik een beetje bedekt ben. Dan doen we dat. Hè. In het dagelijks leven, als ik gewoon naar de winkel ga of zo, dan durf ik wel gekleed te zijn zoals ik nu gekleed ben. Over het algemeen probeer ik dat wel te doen. Ik probeer me niet te veel aan te trekken van mannen die mij achterna roepen of vrouwen die mij vies bekijken. Ik denk net aan wat roepen ze met de mannen? Ja, mooie borsten of welke maat heb jij, of daar wil ik hem wel eens tussen steken. Of ik
kunt het niet bedenken. Ik heb ondertussen ook al wel geleerd dat dat er een beetje bij hoort. Dus ofwel kan ik dat accepteren, denk ik, ofwel kan ik mij daar aan gaan aanpassen en kan ik mij constant gaan bedekken. En welke cup is dit? Wat voor een E-cup. E-cup. Heeft u ook zelf een E-cup? Nee, ik heb ook een B, gelijk mijn collega. Oh, jullie zijn allemaal bescheiden. Jullie maken wel E-cups, maar jullie zijn allemaal bescheiden. Bescheiden cups. Ik vind een mooie boezem, ik zie dat wel graag. Oh ja, dat is geweldig. Ja. Oh, hij heeft een kant bij haar. Ja, ja. Aha, zo. Wat betekenen uw borsten eigenlijk voor uzelf? Iets waar ik trots op ben. Iets waar ik trots op ben? Waarom? Ik vind dat ze mogen gezien worden. Ook voor mijn leeftijd nog. Vind ik alleen, ja. Als ik iets niet aan mijn lichaam wil veranderen, zijn het mijn borsten. Wat kijken naar borsten betreft, ook wel een klein beetje een uitzondering. Omdat ik kijk naar borsten die onder een cashmere truitje zitten. Als je in het binnenland zou gaan, zie je wel vrouwen die half naakt lopen. Maar zijn toch weer vrouwen met een bepaald leeftijd. Eigenlijk de eerste keer dat je echt borsten ziet aan een vrouw, is wanneer je naar het binnenland ging. Ik denk niet dat je nu, anno 2013, een meisje van tussen 12 en 20 half naakt gaat zien lopen. Nee, dat gebeurt niet meer. Op het Noorderplein woonde Tieneke van de familie De Nijs, geloof ik. Dat was een paar jaar ouder dan ik. Die had al enigszins een boezem, geloof ik. Maar ze droeg dat onder een cashmere truitje, zo'n zacht ding. En daar kan ik borsten nooit meer los van zien. En dat maakt ook altijd grappen, dat ze hadden een kind zo op hun rug. En dat ze dan de borst zo naar achter sloegen en dat het kind daar dan aan de borst kon. Dus dat waren niet de meest sexy worsten die er waren. Van die truitjes, daar gaat het eigenlijk om. Decolleté hoeft niet, cashmere. In mijn generatie ga je niet meer meemaken, half naakt lopen in het binnenland. Zullen we naar het binnenland gaan? Ver in het binnenland. Ik zou gaan, ik vind het altijd leuk om dat te zien. Die borst te zien, om die borst te zien. Bobby, first no wabi, who samak asembia, no wabi, who abita, no maki, no yas, then wakota waka so singi somu. First no hembi da white you mo ya, bus bisi koyo, taikonda. No, aki ufo aje ubita ki pisi deka. Uwa bita sinye a elo fasi de. Table fita te ute aki. No, te ibisi. Ai bingo. Ofa a bingo di ba. No, te ibisi. No, te ibisi be ya. No, lawa kui blus no ata fiti. Aki fita hemi poi. No, ata fiti. No, te abe. Wat ik voor een buurt heb, is dat ik een buurt heb. Kansa o sembe falta talo bimo ti kibobi. Ihi ya ma abu no. Te i sembe a di u i sembe hiya no li ta. Ta hiya. De wo mi sa ta i mo yere wo mi hiya po i wa. Ewa ga oha se to no mo ye. I pali da i de. So mo bobe se el barang rek fum man.
en voor mijn baby. Ja, je hebt een paar mannen die zeggen ja, ga een blouse aantrekken man, of ga een BH aantrekken, want zo, wanneer je zo loopt, dat is het niet netjes. Die toeristen die komen hier, ze camera ons, en na een paar tijdje zie je een paar mensen gewoon op kalender, Samsam, zo, net als hoe zij is, dat wanneer wij ons zien, dat wij ons borsten. Je moet eerst vragen, dan pas doen. Het is wel de eerste keer dat ik dat doe, hè? Serieus? Met een dame, haar borstjes namaken in chocolade. Dat is pas kinky. He? Ja, die rode gloed die zit erin. Ja. Klein beetje hazelnoot. Omgekeerd in de kom. Ja. Zo. Even naar beneden drukken. Ja. En nu proberen om te draaien. What a professional. Amai. Ze zijn ook asymmetrisch, deze twee borsten. Dat is wel goed, want geen enkele vrouwenborst is perfect. Het ziet er heel exotisch uit, moet ik zeggen. Ja. Ja. Oh, mooie borst. Ik denk dat ik meer een zwak heb voor dat spleetje die samenkomt. Een beetje met zo'n corset, zo'n ja, opgezette, vind ik echt super sexy. Jezus, ik word hier helemaal rood. Als mijn moeder die uitzending ziet. Oké. Wil je blijvend voorzien worden van borst op televisie? Stem dan op Ontboezemingen. Log nu in op TV-Lab met je Facebook- of Twitter-account. NTR, speciaal voor iedereen.